Het is internationale kunst en elke keer weer anders. Dus ik laat me dan ook maar verrassen. Art is a battlefield. Time there was a heart, beauty and reflection of the soul, admiration and wonder. Artists were storytellers of what we could see and what was hidden under. In times of commerce, art became the gadget of the ego, small, imprisoned, a one man's soul, unwilling to share this knowledge at all of how we can see beauty and wonder.
interviews. Even heel kort in 6 minuten, Anne. Normaal, heel erg prachtig weer wat je hebt gemaakt. Normaal doe je hier 2 uur over of nog langer. Heb je een beetje kunnen laten zien wat jullie waard zijn? Ja, ik geloof het wel. Want de kern waar Artists of Battlefield om gaat is dat we met verschillende disciplines werken. En dat die disciplines geïnspireerd worden door elkaar. En ja, zoals je ziet, schilderkunst, muziek, teksten, zo, noem maar op. Dus ja, wat voor disciplines kun je nog meer bedenken? Ja, je bent absoluut van alle markten thuis. Je stond ook echt net live te zingen, je staat te tekenen en te schilderen. Is dat dan niet moeilijk om... ik kan ook geen 6 dingen tegelijk. Is dat niet, wil je niet liever gewoon een keuze maken en zeggen van... Hé, ik word zangeres of ik word kunstenares? Nee, ja, gelukkig heb ik het... Het geluk dan dat een kunstenaar zich kan permitteren om af en toe wat uitstapjes te maken. En zoals je kan zien in de performance ben ik heel erg verhalend. En zolang ik dat verhaal maar voor me heb, maakt het niks uit wat ik in mijn handen heb of wat ik doe. Want het verhaal is eigenlijk mijn doel. Ja. Wat was het verhaal van dit dan nu? Het enige gemene vraag. Mag ik het niet vragen? Ja, wat zien we hier precies? Ja. Normaal gesproken zijn we dus met z'n tweeën en Nadia Verluik heeft dit gedeelte voornamelijk beschilderd. En zij is heel erg op mensen gericht. Ik kan echt prachtig mensen over die tekenen. En ik ben heel erg op het dierlijke gericht. Dus ik symboliseer me altijd in een soort van panter of een hoentje, maar noem maar op. En, verschil een panter of een puppy. Ja, het zijn wel dieren in ieder geval. Maar wat ik nu geprobeerd heb in een hele korte tijd is eigenlijk om... een soort van dier te tekenen met een mensenlichaam. Dus eigenlijk om die 2 werelden bij elkaar te brengen als een soort van totaal fantasie. En wat doet jou dan beslissen om erbij te gaan zingen? Het was eigenlijk, het is een bepaalde van uitdagingen. Dus een herhaling is eigenlijk not done, omdat we altijd live, reageren. Improviseren. Reageren en improviseren op wat er is op de omgeving. Dus ik kon gewoon niet doen om weer hetzelfde te gaan doen als de vorige keer. Hoe tof het ook was. Ik moest echt weer het schepje bovenop doen. Dus vandaar de tekst. Jullie zijn met z'n tweeën, maar ik heb begrepen dat je ook bijvoorbeeld op festivals, North Sea Jazz, zijn jullie dit jaar te zien. Is dan ook de bedoeling dat het publiek mee gaat doen? Nog niet. We zitten er nog wel over aan het nadenken. Maar we hebben voornamelijk is een interactie vanuit de schilderkunst naar een ander medium. Dus in dit geval hebben we nu met Ruben van der Velde samengewerkt. Hij is helemaal verantwoordelijk voor de muziek. En ook voor een groot gedeelte voor de tekst en de techniek ook. Heeft hij helemaal op zich genomen, de film en zo. En met hem hebben we nu besloten om die interactie aan te gaan. En als het wat langer zou duren, inderdaad een uur of anderhalf uur, is er ruimte voor veel meer. Maar dat is dan echt aan het festival of aan de omgeving zelf wat er gebeurt. Hey, cool. Ik vond het enorm inspirerend. Dankjewel. Art is a Battlefield. Ja, en zo gaan we van...